Hallo! Ik ben Anneke Wittemans en ik dans op Kreta. Kreta, het land van de Minoïsche cultuur. Dat was een matriarchaat. 1500 voor Christus. En er zijn prachtige vazen met tepels. Prachtige beelden, godinnenbeeldjes van al die tijden. Het is ongeveer ik denk 3000 jaar lang een vredelievend rijk geweest. Matriarchaat. En op heel veel gouden zegeringen staan dansende vrouwen. En het voelt hier dat dansen een feest is van de zinnen. Het is een land waar je, ja, levenslust, energie, levensenergie, scheppingsenergie. Hier op Kreta heb je zaadjes die als harpoenen zich in je huid priemen. Omdat ze allemaal stekels zijn. Ze moeten hier op die hele harde aarde een weg vinden om te aarden. Het dansen hier is fantastisch. Een aanrader. De Minoïsche cultuur kende een hele mooie binnenwereld, inkeerwereld en prachtige terrassen bouwen naar buiten. En dat komt overeen met de beelden, waarbij je de dames met een wespentaille ziet en uitstrekkend naar de wereld. Sommige van die godinnen hebben poes op hun kop en andere hebben weer een kroon van zaaddozen, van papaverzaaddozen. De sieraden die gevonden zijn prachtig, bijvoorbeeld het bijensieraad. En ik kom hier al sinds 1987 om te dansen. En daar geniet ik intens van. En natuurlijk zwemmen. Zwemmen in de zee. Het is hier prachtig. De stilte, de rust, de ruimte, de dans en de Minoïsche beschaving.